check the area with my focus, maybe. Welkom terug iedereen bij weer een nieuwe aflevering op mijn kanaal van Horizon Zero Dawn, de Frozen Wilds DLC. Inmiddels aflevering 64 van Horizon Zero Dawn in het algemeen. En van de expansion, de Frozen Wilds, is het alweer aflevering 4. We staan hier naast de Talnek, de vorige aflevering bevrijd uit het ijs. En zijn sensors actief gemaakt. Oh, wat is het toch mooi om te zien, hè, dit. Het is echt indrukwekkend. Het is zo groot en het beweegt zich zo mooi voort. Aloy heeft het continu over een focus. Focus might find something. Ah, wellicht omdat dit pad in de buurt is. Oké. Nee jongens, onze main quest, terwijl we in een gebied staan waar het echt kei en keihard sneeuwt. Zie je, het is echt een heftige sneeuwbui. Gaan wij verder met de questline Het Shamanenpad. En daarmee ook meteen Vind het Shamanenpad. Dus laten we daarmee aan de slag gaan. Dit is een stukje van de hoofdverhaallijn van de Frozen Wilds DLC. Ik hoop dat jullie er allemaal zin in hebben. De support show door een like te droppen. Het wordt net wat minder stormachtig. Het sneeuwt net wat minder hard nu. Zonnetje komt er een beetje doorheen. We roepen ons beest erbij. En laten we richting het shamanenpad gaan. Ik ben super benieuwd. We kunnen ook tegenwoordig dingen oppakken vanaf mijn mount. Dat is ook perfect. Oké, hier moeten we heen. Ja. Het is wat mooier weer geworden. We trekken het bos in. Oké, daar was het eerste controle tower. Die hadden we toen overgenomen, klopt. Laat ze het pad maar gewoon volgen, want dat is blijkbaar wat de game wil. Hij stuurt me altijd wel over een standaard pad heen. Lekker wat held verzamelen onderweg. Oké. Ze ging helemaal afstappen om dat op te pakken. Het shamanenpad. We gaan de berg optrekken. Dit is dus een stukje belangrijke verhaallijn. Dus we maken maar snel een opslag voor het geval dat het hier fout gaat. Even kijken wat deze guy wellicht te verkopen heeft. Ik kan dit niet bij hem halen. Ik kan dit niet bij hem halen. Nee. Wat een Banook Gletscher kist. Ah, dit kan je ophalen met blauw glans, joh. Maar moet ik dit doen? Dat is een beetje de vraag. Ik durf het nog niet. Nee, ik durf het nog niet. Oké, waar gaat dit heen? Los van dat dit zeg maar een locatie is, is dit ook een beproeving. Een beproeving van de Banook. Dus deze klim op de berg is een beproeving voor de meeste Banook. Waardoor er dus waarschijnlijk straks onderweg dingen zullen tegenkomen die we moeten trotseren.
Oké, hier vinden we niks. Ja, waar zal dit heen gaan? Het shamanenpad. Wat me opvalt is dat de Frozen Wild quests zijn eigenlijk opgedeeld in side missions. Dus het overzicht is een beetje onduidelijk, want mijn hoofdverhaallijn geeft nog steeds zeg maar de base game aan. Het uitspelen van het verhaal namelijk. Maar de Frozen Wilds DLC zijn alleen side quests. Dus ze zijn constant side quests aan het trekken, maar het zijn wel hele grote side quests. Dat zijn helemaal DLC-missies. Alright. Spannend. I'm pretty far up. The shaman's path must be around here somewhere. This must be one of the markers Neltuk told me about. Activeer hem. Hoe doen we dat? Hou het machineonderdeel een baken dat activering de weg wijst. Oké, een baken dat bij activering de weg wijst. Hoe kunnen we dit activeren? Op deze manier. Looks like each marker points to another, giving directions. Deeper into the cold, creepy ice cave. Super chill, Aloy. Dit is ook echt raar, hoor. Yep, focus can pick up the chimes. Should help me find my way. Een windorgel. What is this chime for? To help guide the way with sound? If there's more, maybe my focus can find them. Dan is er de voorraadkist. Nee, hier moet ik officieel niet heen, maar er zit wel loot in, dus neem alles maar lekker mee, Aloy. This isn't the way out. Some gear though. Het shamanenpad. Oei. Eerst het volgende windorgel. Dit is meteen een beproeving. Zouden we nog straks in gevecht komen ergens? Of is de beproeving juist gewoon... dat je hier niet in moet verdwalen. Dat zou ook zomaar kunnen. Oké, that way then. Het wijst die kant op. Dat is dus die kant, maar wat zou je daar kunnen vinden dan? Het is gewoon doodlopen, want ik dacht, wie weet vind je nog spullen.
Oké, die geluiden die ik hoorde vond ik niet heel chill. Er moet hier ergens een windorgel zijn. The chime. Not sure I saw this fork before. What the fuck? Dat is apart. Inderdaad, deze splitsing was er echt net niet hoor. Not this way. Then where? Uh-oh. Demonische stalker? Oh shit, dit zijn die dingen die onzichtbaar kunnen worden ook. I see. Up. Haat stalkers zo erg. Stalkers. Better be careful. Okay. Through here. Oi, oi, oi. Nou snap ik waarom het een beproeving is. Alsjeblieft, Aloy, blijf stealth, girl. Stalkers zijn zo sterk, hè. Als we daarmee in aanraking komen straks. After I grab this loot. Was dit goed? Of zo? Oh my god, man. Ik heb geen idee. Ik hoop het. Het shamanenpad is heftig tot nu toe. Yes, we moeten sowieso hierheen dan. Oh, dit is zo vet gedaan. Down, down it is. Het zijn challenges. Dit is echt vet gedaan. There's the way. Nice. Een eerste pigment gevonden.
pull the rope to move this thing into position. Okay, the bridge is filling up. Oei. Vet gedaan, hè jongens. Echt een unieke DLC alweer tot nu toe. Oké, daar naartoe. Oei. Ja, het begint duidelijk te worden waarom dit een beproeving was. Het is echt een soort obstakelkoers. Het zijn gewoon challenges. Exaggerating. There's definitely something new out here, and I don't think it's friendly. Waarom zijn er zoveel nieuwe beestensoorten hier in zo'n klein stukje nieuw land? En ze zijn inderdaad agressief, jongen. Onward and upward. Super vet ook dat dit een systeem is gemaakt van grazer onderdelen. Dat het er ook lijkt op een grazer. Zie je dat met die schijnwerpers? Vet gedaan. Nou, daar moeten we dus heen. Ik had niets anders verwacht. Die kunnen ook niet echt een andere kant op, zeg maar. Dat is er zo een. I'd have to ditch something. Wat een eng idee, zeg. Man, dat beest moet zich even omdraaien, joh. Ik
Hij tieft helemaal uit elkaar, dat ding. What the fuck? Oh, dat deed hij, man. Man, dit vindt hij zo niet chill, guys. Maar ik ook niet. Ik ook niet. Oh, motherfucker. Wat een beest, hé. Dat was wel heel stoer! Wegwezen! Dat was heerlijk. Speerschade. Oh my god, man. Oh, laten we eens even kijken.
Wapens aanpassen, heel leuk, maar het speer, de speer staat nergens tussen. Zie je? Ik kan simpelweg gewoon geen dingen op mijn speer zetten. Dus ik zit erover na te denken om toch echt wel snel aan dat ene klusje te beginnen van die ene gast. Dat overige optionele klusje. Waarvoor je dus uiteindelijk upgrades voor je speer krijgt. En als er iets belangrijk is, dan lijkt me dat wel op dit moment. Niks meer in dit gebied, hè. Wat een vette boss area was dit eigenlijk. We hebben onze eerste Frostclaw verslagen in de Horizon Zero Dawn DLC. En dat was redelijk fantastisch. Dit is een vernietigde machine helaas. Ik had hem toch echt overgenomen, maar ik denk dat de Frostclaw zelf hem uiteindelijk heeft gesloopt. Zou zomaar eens kunnen, hoor. Wat een vette gameplay was dit, zeg. Dat is natuurlijk wel op een pittig moeilijke difficulty. Dus ik ben blij dat ik de beesten überhaupt versla na zo lang niet gespeeld te hebben. Hoppa. Slow-mo sprongetje, nice. We almost there, Aloy. Kijk even waar we zijn. This must be the shrine Maltuk was talking about. Guess I should take some blue gleam. Sparkles. You can see why it's worth a lot. Nice. Beetje blauw glans opgepakt. En dan zouden we hier ergens moeten zijn voor de hoofdmissie. Took said Aurea went past the shrine, up into the mountain. I'd better take those stairs. An ancient door. Maybe Aurea's inside. March 10th, 2046. I just spent 16 hours in here, trying to install upgrades to improve efficiency for the central processing unit. Project Firebreak is going to need the brain power. Let's just hope I'll have enough of my own. Anita stayed with me the whole time. We got a lot done, but every time she brushed by and I smelled her hair... Oh boy, I should just go to bed. What the hell? Alles is bevroren hier. Maybe my focus can help. Looks like the door's wired to something over here. Heractiveer de deur. Ik weet waar ik heen moet hoor, maar ik denk ik onderzoek hier nog het een en ander.
another email from my sister. I haven't got time to think, let alone reply. Oh, that photo of the girl she sent didn't do much for my conscience. Jenny looks pretty proud of her pilgrim costume. Crap. I've never missed Thanksgiving before. And chances for Christmas, near zero. Can't even tell them that all the work I'm doing is to keep them safe. This is Director of Security Blevins resending the emergency supply order. Try reading it this time, okay? You weasels don't want me calling my people in SLC. Als je al die audio notes hoort van het oude leven. Hoeveel mensen nog hun best deden om de wereld te redden. Hoeveel mensen in het geheim voor hun gezin bezig waren met... ja, bepaalde geheimen die ze sowieso niet konden uitspreken. Director of Security Blevins is riding us like a petty tyrant. I can't even sneeze without triggering his control issues. Oké, dit waren alle notities wel, denk ik. Those nodes on the floor must be connected to the door. Something. What am I supposed to do with these lights? These things turn, changing the flow of light. All right, let's see if the door's open. Okay, that klinkt cool. Oei. Een of andere liftschacht. Ik ben benieuwd wie die vrouw is wie ik zoek. Orea's of zo. Orea's schuilplaats is het ook. Maar wie is zij? Ik ben benieuwd hoe ze eruit ziet, jongens. En hoe de quest dan vervolgens zal verlopen vanaf dit punt. Want zij weet meer over de demon. Dat is onze hoofddoel namelijk, weet je. We komen gewoon een nieuw gebied in, een Banook gebied. Aloy wil eigenlijk alleen maar helpen. Weet niet wie iedereen hier helemaal is. Weet niet wat hier in het land zich afspeelt. Dus is eigenlijk gewoon puur op onderzoek uit. En we hebben deze vrouw nodig voor info. Out again. Maybe I can get back inside through that structure over there. I need to get to those stairs. Zo sick gemaakt dit. De graphics, jongen, hier. Post-apocalyptische stijl, midden in een sneeuwstorm. Allemaal dat oude roest. Oh. Kon ze die sprong nou echt niet maken? Want dit lijkt me juist veel te riskant. Deze sprong leek me extra gevaarlijk, maar goed. Nice. Een extra kampvuur. Ik wil namelijk dat meisje of vrouw ontmoeten. Zodat ik daarmee mijn aflevering kan eindigen. Ja, tenzij het nu nog te lang duurt en we hele puzzels krijgen.
She has to be in here somewhere. Fase 2. Daarachter, wat is dat? Een bunkerdeur. Ja, als ik hier nog puzzels moet gaan oplossen of iets dergelijks, dan moet ik hem hier gaan eindigen. Anders duurt de part simpelweg te lang. Someone hacked the menu board to display obscene messages about our colleague, Mr. Blevins. Is this the most advanced geological project ever undertaken, or a junior high locker room? Come on, people. Ask again, as I've asked 1,000 times. Speak to me. What more would you have me do? Is there no prayer that will reach you? No mark that will break your bonds? Ah! I can't help you if you won't speak! A whisper is all I ask. To guide me. Who? No. How? How did you get here? The way was sealed by the spirit herself. I used one of these. I could show you. Yes, show me. Please. Nou, omdat je het zo vriendelijk vraagt. Ik zal het activeren en daarmee sluiten we deze aflevering 4 af van de Frozen Wilds DLC. I'll bet the goal is the same. Get the light back to the source. Yes, en dat doen we in de volgende aflevering. Die vrouw zal de ogen wel uitkijken, ziet opeens een hele puzzel voor de neus. Ik ga jullie bedanken voor het kijken naar deze episode. Hoop dat jullie het cool vonden. De volgende part zullen we deze missie vervolgen. Dat wordt dan aflevering 65 van Horizon Zero Dawn. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Thanks voor het kijken en tot de volgende, guys. Later.